Yo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van iMine. Ik sta op het moment in de Gold Shop, de exclusive Timmy Gold Shop. En ik dacht, hey, laten we even kijken of we wat verkocht hebben. Nope, nope, nope. Niemand wil er fabulous uitzien. Rare mensen. Helemaal goed. Kijken naar mijn tools. Nou ja, zeg. Oh, iemand heeft de Diamond Hoe gekocht. De exclusive Diamond Hoe. Alleen is hij wel zijn complimentary apple vergeten. Dus die gaan we hem nog even brengen. Matthias heeft dus een hoog gekocht van me. Voor 7 diamonds. Bedankt voor je aankoop, Matthias. Ik hoop dat je veel plezier hebt van je exclusieve ho. Even kijken. There you go. Ik heb flink lopen minen onder span. Oftewel, dat zie je hier. Ik had een dungeon gevonden. Dus ik heb 4 saddles. Maar eigenlijk vandaag het thema staat rond een prank. Want volgens mij hebben Sander, Matthias en Tom me geprankt tijdens een livestream. Ik heb de livestream niet gekeken. Ik was met andere dingen bezig. Oftewel ze besloten, hey, laten we Tim gaan pranken. En toen dacht ik, fuck me. Oftewel, daar moet ik even langs. Maar voor we dat doen ga ik heel even langs Matthias. En laat ik een chestje en een signetje achter met zijn complimentary. Complimentary, ja, dat is het woord. Golden Apple. Na aankoop van Golden Ho bent u uw Golden Apple vergeten, Timmy. There we go. Dus Timmy's Apple afgeleverd. Oké, dan is het eindelijk zover. Ik zal voor het eerst nu in mijn basis gaan stappen in de portal. Ik ben heel benieuwd wat de jongens gedaan hebben. Ik hoop dat het niet al te erg is. Even moeten even door de lag heen. Want in de snapshot, als je overstapt van werelden, heb je tijdelijk lag. Tijdelijk lag. Kom op. Frame rate. Wait a second. Disconnect. Multiplayer. En het is weer oké voor een of andere domme reden. Er is helemaal niks gebeurd met mijn basis. Wat de hel? Oh ja, dat hoort zo. Never mind. Oh, dit valt. What are you doing here? A rose? There are no roses here. Ik dacht dat er iets gebeurd was. Sowieso, deze horen hier niet, dus als dat het is, sure. Beetje rozen plaatsen op mijn AFK-spot, hè, boys? Ik had meer verwacht. Ik ben een beetje teleurgesteld om eerlijk te zijn. Was dat het? Was dat? Oh god. That's horrible. That's fucking horrible. Off. No! No! Why are you doing this? Elke fucking... Oh mijn god. God, that's horrible. Dat is vreselijk. Nee, jongens. Jullie weten dat. Nee. Wie hebben dit gedaan? Volgens mij hebben 3 mensen, Sander, Matthias en Tom. God, nee. Nee, 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 nee. Ah! Rozen zijn nooit welkom geweest in mijn huis. En is ze overal. Holy shit. Godsamme. Oké, dit is redelijk erg. Maar op zich, het had erger gekund. Het had veel erger gekund. Ik denk dat ze het redelijk decent hebben gedaan. Hoeveel rozen staan daar buiten? Please, laat het niet erg zijn. Want ga jij ooit dood, Roos? Hè? Kom dan. Oké, nog niet eens 1 stack. Oh, dat is pijn. Dat doet zoveel pijn. Oh god. Er is een grote bot. Met een roos erin. Ah. Oh. Auw. Ruim dit zo op. Ik zal heel even het bordje lezen. Ah!
Ze hadden die hele bergje kunnen doen, dus op zich. Redelijk netjes nog, jongens. God! Oh. Ugh, ga maar weg. Hallo, Timmy. God damn it. Ah. Jij houdt van poppies, daarom dit. Doei, jongen. Wat de hel, jongen. Ik hou niet van poppies, wat is dit voor bullshit? Wat vind jij ervan, zombie? Wat vind jij van al die poppies? Jij vindt ze ook maar niks, hè? Dat dacht ik al. Oh, wat de hel. Nou ja, op zich... Ik heb geen zwaard mee. Ik heb geen goede tools mee. Oh, fuck me. Ze zijn zo fucking evil, jongens. En meiden. Onderschat het niet. De poppies. Als je in slaap valt naast een poppie, hij vermoordt je in je slaap. Ik zweer het je. Oh mijn god. God. Ik heb er geen woorden voor. Ik had niet verwacht dat mijn vrienden me... Nee! Nee! Los op! Doe het! Nou! Zelfs de creepers weten hoe het moet. Maar mijn vrienden, nee. Mijn vrienden zijn eikels. Gewoon hand in hand, samen met evil. Met het gevaar, met het kwaad. Ik weet niet, dit was niet de hele effectieve manier van opruimen. Was wel een leuke manier van opruimen. Ik kan water plaatsen, maar ik denk dat ik dit toch met de hand moet doen. Gewoon elke popje moet voelen dat ik hem persoonlijk vernietig met mijn handen. En dadelijk verpletter ik ze ook natuurlijk. Want de strategie, als je gewoon van popjes af wil komen, bam. Maak er verre van. Dat is de makkelijkste strategie. Er zijn moeilijkere strategieën, zoals ze verbranden, ze bevriezen, ze verdrinken. Je kunt redelijk creatief omgaan met de dood van poppies. Dus dat ligt helemaal aan jou. Als je ze maar vernietigt, ergens dropt. Als je ze maar niet op gras plant, zover ik weet. Als je ze op gras wilt planten, dan moet je er tenminste een soort van obsidian cage omheen zetten. Laten we zeggen, een soort gevangenis. Ah, kom hier in mijn inventory, jij. Dat zijn de strategieën die tot nu toe wij ontdekt hebben. En die nog niet echt fout zijn gegaan. Dus, hey. Ga ervan uit dat dat werkt. Maar damn. Dit hebben ze gedaan in de livestream, zover ik weet. En blijkbaar kwam ik ook online tijdens de livestream terwijl ze dit deden. Ik zat op de verkeerde server. Oeh, you sneaky, ha? Huh? Ja, dat dacht ik al. Hell no. Dus dat was een beetje awkward. Dat ze gewoon dit aan het doen waren. Ik had ze kunnen stoppen. Ik had ze allemaal kunnen vermoorden. Maar, oh, nog eentje. You sneaky. Oké, nou, dit gaat redelijk netjes. Nu alleen nog even de brug. En dan als laatst lopen we natuurlijk het grote beeld dat de poppies vereert. Er zit er ook een bordje boven, dus die gaan we zo lezen. Ik ben heel benieuwd wat erop staat. Mijn god, deze dingen zijn echt hardnekkig hoor. Ze hebben hele vervelende hitboxen. En nu hopen dat ze niet terugkomen natuurlijk. Oeh, sneaky. Zo, die daar. Zo, die hier. Oh. Oké, jongens, goed gedaan. The prank wars is back. Ik pak jullie terug. Daar komt het op neer. Prepare your ass. Ik weet niet, wat haten ze? Ik moet er nog even achter komen. Ik moet nog even wat leuke dingen voor ze bedenken. Maar, als ik iets weet... Verwacht het. Jullie basis gaan helemaal naar de klote. Ik zag daar nog stiekem een poppy die zich verstopte. Dan heb ik ze volgens mij allemaal. Want ik heb niet zoveel basis dat ze kunnen mollen. Dus hey. Voor wat het waard is. Hebben we nu gewoon... Ze hebben maar... Ze waren met z'n drieën. En ze hebben maar 4 of 5 stacks aan poppies geplaatst.
Dat is nog redelijk lief van ze. Het had 10 keer erg gekund namelijk. Oké, okay, laten we hier even naar boven gaan met koolblokken. Sure. Oh, zo. Wat staat hier boven? Wat is dat? Een 3? Een grote 3? Waarom zou daar 3 staan? Snap ik iets niet? Zijn het zijwaartse... Is het een 3? Waarom staat daar 3? Wat is dit? Heten ze zo? Is dat hun naampje? 3. Oké, okay, nou dat onthoud ik. Dus Sander, Matthias en Tom hebben dit gedaan. Maar waarvoor staat er 3? Gewoon omdat ze met z'n 3 waren? Zou dat? Dat zou kunnen, I guess. Zo, mijn koolblokken. Waarom niet? Oké, okay. Netjes jongens, goed gedaan. Leuke prank. Maar nogmaals, I'll catch you back. Ik kom wel met het leger van de... Ik weet niet. Van de rest van de bloemen. Alles wat niet... Oh, als hier eentje onder zit... Oké, nee. Oh, nee! Ik heb een sign gemold hierachter. Dat is jammer. Daar stond volgens mij nog wat. Nu zullen we het nooit weten. Ik zal even kijken of ik... hun stream, het stukje kan vinden wat ze daar geschreven hebben. En dan plak ik er dan even in hier. Maak er een screenshot van. Dus dit stond er. En daar zijn we weer. Nou, dankjewel jongens. Voor die klote poppies. Ze zijn nu allemaal disposed. Uitgeschakeld. Volgens mij. Ik ga nu even snel bij de stream kijken wat er stond. En dan zie ik jullie hier zo meteen. Nee, oké. Okay. Ze hebben er niks gedaan. Dat is prima. Dus, Matthias, Sander en Tom, dankjewel voor deze geweldige prank. Fuck you. Zover ik weet is mijn basis nu weer poppyvrij. Wat ik gezien heb is dat ze inderdaad gewoon dat gedaan hebben, mijn hele brug. En daar een geweldig standbeeld gemaakt hadden voor een stom voorwerp in een rots. Echt gewoon flauw jongens, heel flauw. Je weet hoe erg ik ze haat. En dan pak je dat en gebruik je dat tegen me. Dat is niet wat vriendschap is, jongens. Oftewel, wat we nu gaan doen is de episode eindigen. Als je het perspectief van de prankers wilt zien, daar heb ik nu een linkje in de beschrijving. Daar kun je ook zien dat ik per ongeluk online kwam. Dat is rond de 2 uur pas in de livestream. Het was namelijk een livestream 2:15 of zoiets. Zijn ze mij aan het pranken. Dus dan weet je dat ook. Die heeft nu een rode cap voor een of andere stomme reden. Maar dat doe ik een andere keer wel. Ja, we hebben Golden Apple nodig. Wat? Get out! Get out! Nee! Hebben ze met de inhoud van mijn chest geklapt? Waarschijnlijk was het gewoon Matthias die iets te veel nog had. Was dat gewoon toeval? Was dat het? Dat was het. U diks. Nou, 1 voordeel. Ik heb genoeg rode verf voor de rest van mijn leven. Zo. Nou, we die ook even allemaal in verf. Je kunt niet pop. Dit is... Zo. Oké. Okay. Nu kunnen we er verf van maken. Dat moet even gebeuren. Dit moet even gebeuren. Zo. Geen poppies allowed. Get out. Get out. Zo. Waar is de wol? Daar. Doe even zo. Dit is een makkelijkere manier. Dan kan ik gewoon klik, klik, klik doen. Deze nog even oppakken. Als laatste. En hebben we daar ook verf van gemaakt. Zo te zien ligt allemaal goud in de gold shop. Dus we moeten even een golden apple op gaan halen. Voor onze muur. Dus ik zie jullie zo meteen weer als ik een golden apple heb. Nee. Stout. Ook by the way. Ik heb deze chest hier neergezet. Sinds ik vanaf nu officieel
Nou, eigenlijk hiervoor al dus. Ik rock alleen nog maar gold armor. Maakt niet uit waar het vandaan komt, hoe goed het is. Alleen maar gold armor. We moeten een beetje onze shop representeren. Oftewel gold armor all the way. Oftewel, ik heb gold armor, maar dat breekt echt binnen een half uurtje als je even gaat minen. Oftewel, ik heb alle iMiners gevraagd. Als ze wat crap gold armor van mobs hebben, kunnen ze het hier doneren. Ik weet niet waarom hier een diamond in zit. Oh, gold. Oh, it's gold. There we go. Nou ja, dan zullen we het maar accepteren. Een gold ingot. Waarom niet? Hier nog wat gold ingots. Wacht. Wat? Ik hoef dit poppy gold niet. Oh, maar het is wel gold. Wacht even. Seconde. Dit gaan we oplossen. Zombie, 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 zombie. Au. Hey, kom op. Levels, level 1. There we go. And I'm out. Volgens mij kan ik het nu even renemen. Terwijl we een golden apple pakken. Oep. Zo. De golden hoe. Die moet ik later weer gaan. Een nieuwe gaan maken. Maar dan moet ik eerst eventjes. Helemaal naar de Filipijnen gaan. Ja, want daar wordt het gemaakt. Kleine eenkhoorntjes poepen gold nuggets. En dat duurt dan 2 dagen. Totdat ze genoeg gold nuggets bij elkaar hebben gespaard. En die gouden poep raap ik dan op. En daarvan maakt die ho. Oftewel, dat duurt altijd even om dat weer aan te maken. Want exclusive speciale ho. Die is 7 diamonds voor een reden. Dat was veel werk. Dus die kan ik niet zo even lekker makkelijk remaken. Wel heb ik hier nog wat. Ik denk dat ik een paar apples gewoon ga meenemen. En gewoon wat gold voor in mijn basis. Zo. Poppy gold. Laten we dat even in. Dat kost 2? Are you kidding me? Nou oké, jammer dan. Dan gebruiken we het nu even snel voor de golden apple van vandaag. Ploep. Wat dan? Tada, de golden apple. Heb ik hier nog wat eten? Waarschijnlijk niet, hè? Oké, dan ga ik even weer naar mijn basis. Hangen we hem op. En dan kunnen we de aflevering eindigen. Oké, het is tijd voor de appel. De appel heeft het zwaar gehad. Dit was een zware aflevering voor de appel. Ja, dit kan ik niet vaak meer hebben. Dit overleeft mijn hart niet. Dit overleeft niemand. Geen enkel mens. Alleen een roos overleeft dit. Zo, aflevering 49 alweer. Bijna 50. Waarschijnlijk moet ik... waarschijnlijk moet ik die livestreamen of zo. We zullen zien. Zal Tim het livestreamen of niet? Zie je het in de volgende aflevering. Want dan zie je of het... Oké, ik hou hem weg al. Seizoen 3 weer. Ik weet eigenlijk niet waarom ik er seizoen 3 heb neergezet. Want als we naar seizoen 4 gaan, hebben we toch een nieuwe map. Maar hey, who cares? Het is wel een vervelend thema, vind ik. De vorige aflevering ook al. Met Roze Farm, laat maar zeggen. Wacht. Heb ik het Roze Farm genoemd? Vast wel. Met de Roze Verdelger was de naam. Maar oké, Roze Farm, sure. En vandaag was de Roze Prank. Dat is een lekkere makkelijke titel natuurlijk. Oh man, dat was een zware. Dankjewel Appeltje, dat je me hier doorheen hebt gehaald. Ik ga je hier ophangen. En dan kunnen we deze aflevering eindigen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken en te commenten. Er staan linkjes in de beschrijving naar alle andere iMiners. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later.